Michalis is een belangrijke schakel in de aanpak van dubbele gronduitgiften. Dit liet minister Dinota Forsweek van Grondbeleid en Bosbeheer gisteravond weten op een persconferentie over de hoofdpunten die in de regeringsraadsvergadering zijn besproken. De bewindsvrouw geeft aan dat zij vaak wordt geconfronteerd met vragen van journalisten over de dubbele gronduitgiften. Ze meldt dat haar departement heeft gewerkt aan een aantal veiligheidsmaatregelen. De afgelopen jaren waren leermomenten en we hebben zoveel veiligheidskleppen gebouwd om dubbele uitgiftes dan te voorkomen. Er is een heel goede samenwerking met Michalis. Wanneer ze opmerken dat er een perceel al eerder is uitgegeven, sturen ze eerst een mail naar het ministerie om te informeren als ze alsnog een perceel ID moeten toekennen aan zo'n perceel of niet. Dan op zo'n manier hebben we dan de meeste dubbele uitgiftes gestuurd. Minister Forsweek ging ook in op de kwestie van grondconversie, die om de ene week wordt behandeld in de regeringsraadsvergadering. Voor een aantal aanvragen is gisteren goedkeuring gegeven. Is goedkeuring gegeven aan 77 natuurlijke personen en 64 rechtspersonen. Om als al deze mensen geconfronteerd hebben, komt er ongeveer 2,6 miljoen in de staatkas. We hebben gezien dat heel veel mensen vanaf januari flink gebruik hebben gemaakt van conversie om hun grondhuur om te zetten in eigendom. Dus van hieruit wil ik ook dan de mensen dan motiveren die dat nog niet hebben gedaan om gebruik te maken van de gelegenheid. Minister Forsweek zegt dat de grondconversie loopt tot en met november. Hierna zal de regering een periode uittrekken om te evalueren en na te gaan of de prijzen voor grondconversie niet aangepast moeten worden.